Omroep Land van Kuik organiseert in samenwerking met de voedselbanken in het Land van Kuik op 16, 17 en 18 december een mooie actie getiteld Brood Nodig. Nou, vandaag zijn we even neergestreken in de MFA in de Valuwe. En bij mij is Lucie Soer. Lucie, deze actie, waarom? Omdat het gewoon brood nodig is. Precies zoals de titel het zegt. Er is een hele hoop armoede, ook in Nederland. En dan is het gewoon fijn als iedereen met kerst toch een aardigheidje heeft en een leuke gevulde tafel. De MFA in de Valuwe is een van de inzamelpunten waar mensen spullen naartoe kunnen brengen. Wat heb je zoal ontvangen? Oh, er is van alles gebracht. Beschuit, heel veel levensmiddelen. Maar er zijn ook mensen die gedacht hebben aan bijvoorbeeld maandverband, shampoo, reinigingsmiddelen. Frisdranken, chocolademelk. Ja, van alles en nog wat. Echt heel veel verschillende dingen. Ja, echt alles wat je in huis moet hebben. Ik zie hier bijvoorbeeld ook inderdaad een leuk tasje met shampoo, tandenborstels. Ja, er is iemand zo vindingrijk geweest en die heeft en het mandje geschonken en daar allerlei hygiënemiddelen in gedaan. Dus inderdaad echte tandenborstel, shampoo, net wat je zegt, gewoon van alles. Ja. Dit is in samenwerking met de voedselbanken Nederland, of voedselbanken Land van Kuik. Er zijn meerdere acties, ook via de kerken en zo. Bijt elkaar dat? Nee, dat bijt elkaar helemaal niet. Ook de kerk werkt mee, als ik het goed begrepen heb. En mensen zijn eigenlijk best wel gul en komen gewoon overal wel wat brengen. Bij de kerk zijn ook pakketten ontvangen. En ik denk omdat dat van oudsher ook altijd het geval was, dat mensen dat ook gewoon blijven doen. Ja. Als mensen na de tijd toch nog denken van, goh, ik had eigenlijk toch ook nog wel spullen, maar het is niet meer dit weekend. Kunnen ze dat toch nog ergens kwijt, denk je? Ja, op de meeste locaties kun je ook gewoon volgende week nog aanleveren. Dinsdag, woensdag, donderdag, de hele dag. Dan kan het gewoon tussen 9 en 5. Dan zijn we er en dan zijn mensen nog steeds welkom om spullen te brengen. Okay. En anders, als mensen nog spullen hebben, cadeaubonnen of geld misschien, kunnen ze natuurlijk altijd terecht bij voedselbanken.nl. Ja, natuurlijk. Dat blijft mogelijk. En donaties zijn ook mogelijk. Als ze de radio-uitzendingen volgen, dan krijg je daar te horen waar je dat precies kunt doen. Okay, dankjewel. Graag gedaan.